hopoogst door de eigen medewerkers, door de vrienden van zo'n brouwerij. Dat is gewoon pure emotie. Ja, dat is voor mij eigenlijk de reden geweest om hier naartoe te komen en om de baan te accepteren. En ik heb onder andere bij Gulpener een onderzoek gedaan. Nou, dat ging dan over de duurzaamheidsfilosofie en de grondstoffen uit de regio. En toen was ik al helemaal verkikkerd op dat wat ze deden. Ja, maar nog niet zoiets van ja, daar wil ik dan echt super graag werken, want het is toch 300 kilometer verderop. Maar toen ik dan de hopoogst meemaakte en dat ik die medewerkers zelf bezig zag met het oogsten van de hop, nou, toen was ik verliefd. En toen kon ik geen nee meer zeggen. Ik geloof niet in marketing. Ik vind het eigenlijk de grootst mogelijke onzin die er is. Ik vind dat je dicht bij jezelf moet blijven, dat je iets moet maken waar je zelf helemaal met volle 100% achter staat. En dan trek je wel mensen aan die bij je passen. Ja, een beetje wennen aan de Limburgse cultuur en ja, toch een beetje afwachten en zeggen dat ze het wel allemaal leuk vinden, maar het eigenlijk niet zo bedoelen. Dus daar moest ik een beetje aan wennen, maar het gaat helemaal goed. Ik geniet nog elke dag als ik op mijn fiets naar werk ga, van Simpelveld naar Gulpen, door de heuvels heen. Dan is het eventjes zwaar trappen, dat hebben we in Twente niet, zo'n heuvel op. En dan dat uitzicht, dat is gewoon echt, ja, dat is gewoon echt fantastisch. Ja, hetzelfde is met die cultuur, het genieten, het, ja, wij zeggen in Twente kieken wat het wordt. En dat heb je hier eigenlijk ook van, doe maar rustig aan, jongens. We genieten nu, we leven vandaag en pluk de dag. Ja, Zuid-Limburg is voor mij gewoon mijn nieuwe thuis geworden.